ik ben Saakje en ik ga je laten zien hoe je een heerlijke chocoladetaart maakt van maar liefst 4 lagen. Ik heb het beslag alvast gemaakt met de mix voor chocoladecake op Koopmans. Nou, ik heb eerst de roomboter zacht geklopt, daarna gingen er 4 eieren bij in de mix. En dan ziet het er zo uit als je dit een beetje goed roert. Ik vind het lekker om nog wat extra chocolaatjes erin te doen. Dus ik heb wat witte chocolade. Die roer ik er doorheen. En omdat je natuurlijk 4 lagen krijgt, lijkt het mij praktisch om het in 2 bakblikken te bakken. Dus ik heb hier 2 springvormen staan van 18 centimeter. Er zit papiertje op de bodem. De randen zijn ingevet. En ik verdeel mooi het beslag. Mocht je nou niet 2 van die springvormen hebben, dan zou ik het beslag even in 2 verdelen. En dan kun je het gewoon in 2 keer bakken. Dan moet je gewoon even wachten en dan komt het ook goed. Want het is gewoon heel ingewikkeld, of het is gewoon best wel lastig om zo'n hele hoge cake in 4 lagen te snijden. Dat is gewoon niet te doen. Dus om het een beetje makkelijk te houden, stel ik voor om het gewoon in 2 keer te bakken. Nou, dit verdeel ik mooi. De oven staat ondertussen al aan op 160 graden. Dus ze moeten er zo meteen ongeveer 40 minuten in. Zo. Nou, dit smeer ik even plat. Kijk, het ziet er mooi verdeeld uit zo. Deze mogen er ook in. Zo. Nou, nu heb je natuurlijk, moet je die vulling gaan maken, die mooie roze vulling. Ik heb daarvoor pak ik mijn slagkom. Slagkom heb ik losgeklopt, beetje stevig, met wat suiker, wat kristalsuiker gebruik ik daar gewoon voor. En ik heb roomkaas genomen, een beetje stevige roomkaas. Die vormt zo meteen echt een heerlijke laag ertussen. Ik heb, om die roze kleur te krijgen, heb ik wat frambozen uit de vriezer gewoon gepakt. Dus dat is natuurlijk altijd makkelijk, die zijn altijd voor voorradig. Een beetje warm gemaakt en door een zeef gedrukt. Dan hou je wat sap over, wat vruchtvlees. Nou, dit roer ik even goed. En het is dan zelf een kwestie van bepalen van wat voor kleur je mooi vindt. Dus kun je zelf toevoegen van hoeveel je erin gaat stoppen. Nou, ik giet eerst een klein beetje, dan kun je een beetje zien wat het wordt. Nou, volgens mij is dit echt al een super mooie kleur. Ik zal hem je even laten zien. Kijk, dit ziet er prachtig uit. Nou, volgens mij vind ik dit wel genoeg. Want als je te veel sap toevoegt, moet je ook een beetje opletten. Want het kan ook best zijn dat je slagroom dan een beetje te slap wordt. Dus dan moet je een beetje opletten. Nou, deze zet ik even aan de kant. En nu komt het spannende gedeelte van het maken van de taart. Ik zorg dat je alvast je plateau of je schaal waar je je taart op gaat maken alvast klaarzet. Want dan weet je zeker dat je zo meteen, als je eerst de bodem hebt gesneden, direct hem ergens neer kan zetten. Ik heb de cakes, de 2 lagen, laat die heel goed afkoelen. Dan kun je hem ook beter doorsnijden en dan komt het helemaal goed. Nou, ik heb een broodmes daarvoor gebruikt. Nou, het handige van zo'n broodmes is, dat je, die heeft natuurlijk van die zaagtandjes. En dan kun je echt heel mooi die bodem in 2 laagjes zagen. Doe het een beetje voorzichtig, rustig aan. Ook op het einde. Snijd in je handen. Zo. Leg je de deksel even aan de kant. Nou, ik licht hem nu gewoon op met een mes. En dan voorzichtig pak je zo de bodem. Zo. Leg deze even weg. En nu kan de eerste laag van het mooie, heerlijke, lekkere roze spul kan erop. En je hebt straks 3 lagen, dus denk erom dat je ook je spulletje over 3 dagen verdeelt. Want anders dan kom je straks niet uit. Nou, het lijkt me ongeveer 1/3. Dat smeer ik even lekker zo uit. Niet te voorzichtig. Gewoon, je maakt een lekkere taart. Nou, dat ziet er prachtig uit zo. Kan de deksel erop. Zo. Komt er weer een laag van die eerlijke frambozen roomkaas op. En mocht je nou een beetje stress krijgen, dat je denkt van ja, het is wel een beetje onstabiel allemaal. Dan heb ik hier een gouden tip. Ik zou gewoon eens de theeprikker erin prikken, gewoon in het midden. Zometeen als je alle lagen hebt. En dan heeft echt niemand meer door dat jouw taart misschien niet helemaal stabiel is. Plak bijvoorbeeld zo'n leuk hartje op en klaar. En dat gaat helemaal goed. Nou, ik heb deze al even gesneden. Kijk, die gaat erop. Druk een beetje aan. Kijk of die maar even een beetje recht staat. Nou, nu gaat de laatste roomkaas eroverheen.
Wat wel echt essentieel is, dat je goed je cake hebt laten afkoelen voordat je de roomkaas erop smeert. Want anders smelt natuurlijk je roomkaas weg. Zo. Een laatste eroverheen. Een beetje aandrukken. Nou, dit zou echt wel het perfecte moment zijn voor een prikker. En ik heb nog... ik zet hem nog heel even aan. Ik heb wat chocolade gesmolten. Met een klein beetje boter erbij. En dat gaat zo meteen lekker door eroverheen. En dan kun je nog wat fruit erop doen. Zo. Nou, dit schiet ik eroverheen zo. Dit maakt natuurlijk echt tot een chocoladetaart en een waar feestje. Nou, dit verdeel je een beetje dat het ook wat eraf mag lopen. Echt zo'n lekker laagje zo meteen wordt. Zo vind ik hem eigenlijk wel mooi. En dan kun je natuurlijk een beetje kiezen van wat je het leuk vindt om ermee af te maken. Ik heb wat blauwe bessen heb ik genomen. En het is eigenlijk ook heel leuk om frambozen erop te doen. Of ander mooie rood fruit wat net in het seizoen is. Nou, zo ga je een beetje door met versieren dat je een mooie berg krijgt. Doe eventueel nog wat van die leuke pareltjes erop. Zo, dat is ook altijd heel feestelijk. Nou, wil je hem zelf gaan maken? Kijk dan voor het hele recept. En nog meer baktips op koopmans.com. En heel veel plezier met bakken.